Nou, we zijn hier in de gemeente Lingewaard, in Bemmel. We zijn hier op locatie bij de Stichting Welzijn Lingewaard. Dat is een welzijnsorganisatie. Hier in dit gebouw zijn heel veel maatschappelijke organisaties gehuisvest. Dus het is een ontzettend mooie omgeving waar die heel erg uitnodigt om met studenten en met professionals na te denken over vraagstukken die maatschappelijk zijn. En waar we met elkaar over na moeten denken hoe we ervoor zorgen dat de inwoners gezond zijn, blijven en dat iedereen mee kan doen. Een van de activiteiten waar ik het nu over ga hebben is het eetcafé. Daar zijn we een jaar of 5, 6 geleden mee begonnen. Eentje daarvan is in Bemmel. En daarin koken 4 tot 5 vrijwilligers. Die bedenken het menu, maken het klaar, dienen het op. Daar komen 24 gasten eten. Variërend van lichte beperking tot aan senior, tot aan ouderen. Doelstelling daarvan is dat wij mensen uit hun isolement krijgen, mensen weer onder elkaar laten komen, een keer een gezonde maaltijd, weer mensen in contact te brengen. Toen kwam de kans om handstudenten in te zetten een jaar geleden. En die hebben vooral eerst gekeken van halen wij de doelstelling die wij beogen. En is er ook interactie tussen de vrijwilliger en de deelnemers. En als derde vraag ook van wat valt je nog verder op? Als je iemand van buiten haalt, kijkt hij er op een andere manier tegen. En denk als je de jeugd binnenhaalt, dan kijk je heel onbevangen en met hele andere ideeën. En dat blijkt dus ook zo te zijn, want er zijn fantastische ideeën uitgekomen. Dat betekent dat er dus meer gepraat wordt, wordt meer onderling gecommuniceerd. De tafelsamenstelling wordt gewisseld regelmatig. De manier van eten opdienen wordt gewisseld, zodat mensen op een andere plek komen, een keer naast een ander komen te zitten. Dus op die manier krijg je wat meer interactie, je krijgt meer variatie. Mensen communiceren onderling meer en op een andere manier. Dus die ideeën zijn er allemaal bijgekomen, waarbij volgens mij het doel wat wij met het hele eetcafé hebben, beter bereikt wordt. Dus dat is de winst die we tot nu toe op korte tijd gehaald hebben.